gaan verder met de Zuurbazen reactie. En als je het vorige filmpje niet gezien hebt waarin ik de Zuurbazen reactie uitleg, klik dan eerst even hierop, ja, voordat je hiermee doorgaat. Je ziet, ik heb het bord gevuld, dus ik ga het even met je doorlopen, wat we hebben gedaan. Het idee was, we hadden 80 ml HBR oplossing met een pH van 4,40, ik was een 0 vergeten. 50 ml van NaOH oplossing met een pH van 9,90. Wat wordt mijn nieuwe pH? Een aantal stappen, ja, en daar loop ik met je doorheen. We hebben die pH's, ja, dus we kunnen met behulp van die pH's kunnen we de OH-concentratie en de H3O-concentratie bepalen. Dat is het eerste wat we gedaan hebben. Ja, ik heb hier de H3O-concentratie bepaald via de pH. Dus ik weet dat 4,40 is mijn pH. Dan kan ik een H3O-concentratie uit bepalen. Ik weet ook hoeveel volume ik heb. Dus als ik mijn concentratie keer mijn volume doe, dan weet ik de totale hoeveelheid H3O-ionen die ik heb. 3,18 mol 10 tot de macht min 6 mol. Datzelfde doe ik natuurlijk bij mijn basisoplossing NaOH. Ik heb hier een pH van 9,90. Goed onthouden, ik moet er eerst een pOH van maken. Ja, die is 14 min 9,90. Die is dan dus 4,10. En daar kan ik een OH-concentratie uit bepalen. Namelijk dat op dezelfde manier zoals ik dat net bij mijn sterke zuur heb gedaan. Die is 7,94 mol 10 tot de macht min 5 mol per liter. En als ik dat vermenigvuldig met mijn volume, ja, met mijn hoeveelheid in liters natuurlijk, ja, 0,050, dan heb ik 3,97 mol 10 tot de macht min 6e mol aan OH-ionen. Nou oké, ik heb H3O+-ionen, ik heb OH-ionen, dat is een zuurbazenreactie, die is vrij eenvoudig, hè. H3O+ geeft een H+ af aan OH- en dat worden twee H2O's. Die heb ik niet opgeschreven, ja, maar we moeten hier bij de derde stap checken, wat hou ik dan uiteindelijk over? Dus ik heb het hier even opgeschreven, nog een keer, H3O plus hoeveelheid 3,18 mol 10 tot de macht min 6. OH min hoeveelheid 3,97 mol 10 tot de macht min 6. Ik heb dus meer OH min ionen dan H3O plus ionen, dus OH min noem ik mij overmaat. Dus al mijn H3O plus reageert weg en dan hou ik dus een bepaalde hoeveelheid OH min ionen over. Hoeveel? Nou, de een min de ander, ja, is 7,91 mol 10 tot de macht min 7 mol OH min ionen. Tot zover, volgens mij is niet dit heel lastig. Want tot nu toe hebben we alleen maar stof gedaan die we al gehad hebben. We hebben het alleen opnieuw even toegepast. Oké, wat is de laatste stap? Nou, ik heb dus een bepaalde hoeveelheid OH-ionen. Die moet ik nog even delen door mijn nieuwe volume. Ja, dat is 50 plus 80 milliliter. 130 milliliter is dus 0,13 liter. Dus ik deel die hoeveelheid OH-ionen door mijn nieuwe volume, door die 0,130. En dan heb ik een concentratie OH-ionen. En daar kan ik natuurlijk de pH via de pOH uitrekenen. 8,78 is mijn nieuwe pH. Wat fantastisch. We kunnen zuurbaasreacties doen. We kunnen uitrekenen. Dit soort op het oog lastige vragen. Als we dat stap voor stap gaan toepassen. Ja, via dat stappenplan moet je eruit komen. Heb je zin om nog even verder te oefenen? Dan zou ik bijvoorbeeld hier met voorbeeld 3 aan de slag kunnen. Ja, ik heb 40 ml HCl oplossing. Die heeft een pH van 2,30. En die ga ik verdunnen tot 100 ml. Wat wordt de nieuwe pH? Of je kan natuurlijk met voorbeeld 4 even aan de slag gaan. Of je doet N. Je doet NN. Doe eens gek. Ja. Geef de zuurbaasreacties van een overmaat van natroloog aan de zwavelzuuroplossing. Of overmaat aan zoutzuur. Op, en een schepje. Schepje. Denk aan de toestand. Kalium sulfide. Ja. Alle antwoorden in de show notes. Ik hoop dat dit helpt. Zo niet. Ja. Stuur ook een comment. Ja. Laat me weten wat gaat er goed, wat gaat er niet goed. Of misschien mis je nog iets. Ja, misschien wil je subscriben. In ieder geval, heel veel succes. Ik zie er geen drol van of die scherp is.